De Waal. Het wordt in ieder geval ja, heel gezellig. En uh, we krijgen een, uh, tenminste er zijn verschillende activiteiten. Uh, in uh, de markt zal heel leuk zijn. Daar kun je verschillende dingen meemaken. Dat wordt echt een belevenis. En we zijn met een uh, werkgroep van uh, zo'n acht mensen zijn we bezig met allerlei activiteiten te ontwikkelen. Maar we hadden in het begin wel met iets van de 16e eeuw. Dat is best uh, een, een lastige eeuw. We wisten niet zoveel van. En wat je wel merkt is in ieder geval. dat er uh, ja, gaandeweg komen er gewoon hele leuke dingen tevoorschijn. Ook uh, sommige dingen die we niet wisten. Ook over dat de waal eerder aan een zee zat. En uh, dan is het wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. We hebben een, een schilderij uh, gemaakt van uh, Breugel. Ik heb hier anders ook nog wel een plaatje. De Boerendans. Want dit is de 16e eeuw. En op basis van, dit, uh, van, dit, uh, van deze schilderij zijn we gaan, uh, gaan schilderen. En ja, hoe doe je dat? En toen zijn we gewoon gevraagd van, goh, wie heeft er nog verf? En uh, eigenlijk is dit allemaal van, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel het leukste. Gewoon met restjes verf die mensen hebben. Kom kijken.